Welkom bij Rondje Spoorzone. In deze aflevering praten we je bij over de ontwikkelingen rond het nieuwe station Ede-Wageningen. Er reden dit weekend geen treinen en een deel van de Klinkenbergenweg was afgesloten, omdat er best wel spectaculaire werkzaamheden plaatsvinden. We gaan een kijkje nemen op locatie. Ga je mee? We staan hier met Berry van den Hout, de projectmanager van het nieuwe station Ede-Wageningen vanuit ProRail. Berry, kun je ons vertellen wat er dit weekend gebeurt? Het belangrijkste en het meest zichtbare is wat we hier achter ons zien. Het inhijsen van de kapdelen van de sporenkap boven de spoor en de brons. Dat doen we in twee weekenden. Dit weekend de eerste helft en het tweede weekend in week 27. Dus dat is 7 juli. En hoe zwaar zijn deze bronkappen? Ja, schrik niet. Dat is 65.000 kilo. Denk aan zo'n ruim 60 auto's die tegelijkertijd de lucht in gaan. Ja. Kun je ons vertellen waar we nu staan en wat hier dit weekend gebeurt? We staan hier op de plek waar het viaduct voor fietsers en voetgangers over de sporen wordt ingehezen. Ook dat gebeurt in delen en operatie zal in dit weekend afgerond worden. Dan kan het helaas nog niet in gebruik worden genomen, want dan moet er nog een aansluitend fietspad aangelegd worden en ook een fietspad over de brug heen. En dan hopen we dat het in de zomer in gebruik kan worden genomen. Dat hopen wij niet alleen, dat zullen vooral de omwonenden hopen, want ze hebben er lang op moeten wachten. Dit onderdeel heeft ongeveer een jaar vertraging opgelopen, doordat we in de eerdere fase op deze plek een zandhagedis hebben aangetroffen. En toen moesten we toch het werk een beetje aanpassen. Hoe zijn jullie hier terecht gekomen? Gewoon een wandeling of wist je hiervan? Hey, we wisten hiervan. We zijn hier met de auto uit Deventer. En wat hebben jullie al gezien? Nou, we zijn aan de andere kant begonnen en we staan hier nou te kijken naar de eerste driehoek. De tweede driehoek eigenlijk die ingehezen wordt. En u vond het indrukwekkend om te zien? Ja, en er lopen hier allemaal mensen rond in gele en groene en oranje pakken die allemaal iets te vertellen hebben. En we hebben hier ook nog gezellig even een latte macchiato gedronken. Mag ik u wat vragen? Bent u al lang aan het kijken? Een uurtje ongeveer. En wat heeft u al gezien? Nou, ik heb gezien dat dit tweede deel er nu net ingehezen is. Dat de verbouwten er allemaal goed in zitten. En dat het nu op zijn plek ligt. En hoe vindt u het om dit te zien? Mooi. Ik ben hier geregeld. Dus iedere keer dat er iets heel bijzonders is, dan ga ik even kijken weer. Dit was hem weer. Heb je vragen voor ons? Laat ze achter in de comments. Of kom op 30 mei naar de informatieavond over alle projecten rondom het nieuwe station. Wil je meer lezen? Kijk op de website of download de Spoorzone Bouw-app in de App Store.